Zo'n 100 krakers zitten nog vast nadat zij gisteravond opgepakt werden bij een demonstratie in Den Haag. Ongeveer 350 demonstranten hadden tenten opgeslagen op het plein om tegen de anti-kraakwet te demonstreren. Het kraakverbod is onzin, omdat kraken tot zoveel mooie dingen leidt. Omdat het leidt tot samenhorigheid, kijk maar op dit plein. Omdat het leidt tot een minder leegstand, terwijl het leegstand echt het stomste wat er is. En omdat het leidt tot een heel erg geweldig gevoel van geluk en van allemaal hele mooie dingen. En ik denk dat we gewoon een stuk culturele voedingsbodem kwijtraken. Dus dan wordt Nederland een nog grijzere massa, om het zo maar te zeggen. Maar goed, kraken is straks strafbaar. Dus niet doen, hè? Ja. Meneer, moet u luisteren. Er mag zoveel niet. En dat gebeurt ook gewoon. De krakers reageerden boos toen de wet werd aangenomen. De honderden opgepakte demonstranten wilden niet vertrekken op het moment dat de ME hen daartoe sommeerde. Eerder moesten al tientallen krakers van de publieke tribune worden verwijderd. Kraken gaat door! Fuck die wet! Kraken gaat toch wel door! GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent steunt de krakers en hoopt dat de wet in de Eerste Kamer alsnog wordt afgekeurd. Ik vind het heel jammer dat dat is aangenomen. Was volgens mij ook niet nodig, want er zijn al allerlei regels rondom het kraken. Ja, waar het verstierd wordt moet je het aanpakken, maar ik vind het doodzonde. We hebben de Eerste Kamer nog, dus wie weet. De politie verhoort de krakers in de loop van vrijdag.